Erik Franke, een derde oefenwedstrijd, een tweede tegen een eerste klasser. Wat vind je er zelf van? Ik vind dat we stappen gezet hebben. Als ik de wedstrijd tegen Lierse bekijk en ik zie de wedstrijd van vandaag, dan mogen we wel tevreden zijn, denk ik. Opdracht was vandaag om vooral te werken in balverlies. En ik denk dat we toch een aantal vrij aardige combinaties hebben opgezet in de omschakeling. En dat was vandaag toch ook wel heel belangrijk, dat we daar willen te zien dat we stappen gezet hadden de voorbije trainingen. En ik denk dat dat geslaagd is en ik denk dat we best terecht hadden op een gelijkspel. Dat gelijkspel zat erin, in de laatste minuten. Maar jammer genoeg werd de penalty gemist. We gaan het over iets anders hebben. Onyeka was er niet bij vandaag. Nee, er waren dus twee jongens die gekwetst zijn. Dat was Onyeka, last van zijn buikspieren. Dat is nog een kwetsuur van vorig seizoen wel, maar we zullen wel zien hoe dat evolueert. En Sico had wel last van zijn hamstrings. En we hebben beide spelers ervoor geopteerd om ook geen risico's in te nemen. Het draaide al een stuk vlotter volgens mij dan zaterdag tegen Hasselt. Waarin zit het verschil? Nee, het verschil zit hem gewoon ook in, denk ik, in natuurlijk, we spelen nu op een groter veld, een beter veld ook. Dat heeft natuurlijk ook zeker ermee te maken. Nu, en ik denk dat we ook rekening moeten houden in die voorbereidingsperiode met de trainingsarbeid die er aan vooraf gegaan is. En ik denk dat dat voor zaterdag iets intenser was dan dat we dat voor deze wedstrijd hebben kunnen doen. Maar ik denk ook, het is gewoon een groeiproces dat we met de groep aan het opmaken zijn. We hebben een nieuwe groep. We gaan even die speelwijze nog moeten gewoon worden. Men moet wat aan elkaar gewoon worden. En normaal gezien gaat er nu elke wedstrijd beter. Ik zag er ook een aantal positiewisselingen tijdens de eerste helft voorin. Kolf in de spits, dan weer op rechts, op links. Wat is de bedoeling eigenlijk? De bedoeling is eigenlijk dat we vanuit, meer vanuit de beweging gaan voetballen. En niet meer dat statische voetbal in feite kunnen brengen. En dan is het natuurlijk heel belangrijk dat onze aanvallend ingestelde spelers heel veel beweging hebben. De bedoeling is ook om de balbezitter dat hij meer dan één aanspeelpunt heeft. En daarom hameren we ook heel veel op training op de bewegelijkheid van iedereen. Dat ze vanuit de dekking komen en vanuit de beweging gaan voetballen. En ik denk dat we daar al stappen in gezet hebben. Jullie gaan nu ook op trainingsstage? Ja. En wat houdt dat in hier? Ja, het is eigenlijk een gemengde stage. Ik bedoel daarmee vrijdag om 3:30 begint de stage in feite met een training hier op de Leunen nog. Daarna vertrekken we dus naar de Keiheuvel in Balen, waar we dan vrijdagavond een teambuildingsactiviteit hebben staan. Zaterdag voormiddag is het dan training in Wezel, waar we dan toch ook die club moeten bedanken, denk ik, dat we daar terecht kunnen. En dan is het voor de rest van de dag, van in smiddags tot s'avonds aan de wedstrijd van het WK, terug teambuildingsactiviteiten. Samen naar het WK kijken, zondagmorgen komen we terug. Trainen we hier op Leunen om 10:30 en reizen we daarna af naar de Kempen om de stage af te sluiten. Je bent nu 2,5 weken aan het trainen. Heb je een soort van analyse gemaakt? Zwakke punten, sterke punten, waar moet nog aan gewerkt worden? Waar moeten we nog aan werken? Dat gaat zeker de afwerking zijn natuurlijk. Want uiteindelijk elke wedstrijd wordt bepaald door het aantal doelpunten dat je scoort. Dus daar zit zeker nog een werkpunt in, maar ik denk dat we algemeen nog een aantal werkpunten hebben. En gelukkig maar om op te werken, zowel in balbezit als in balverlies. En onze looplijnen moeten allemaal nog iets juister en moeten allemaal nog iets perfecter. Maar daar hebben we nog ruim 3 weken voor, dus dat gaan we maar zien hoe het goed komt. Oké, bedankt. Erik Franke. Graag gedaan.